Het was ergens midden in de nacht en je krijgt een telefoon en je denkt dan bij jezelf, ai. En als je dan onmiddellijk hoorde van de ambtenaar van wacht over een trein met chemische producten, ja, dan staat je hart natuurlijk even stil. Het ongeval is gebeurd tussen Wetteren en Schalabelle, ongeveer ter hoogte van deze zone van de rust. Dus s'nachts opgebeld door de collega's van de Permanentie Algemeen Toezicht. We hebben onmiddellijk tezamen beslist wat er dringend moest gebeuren. Dan denk je onmiddellijk aan de gevolgen. Zat er daar personeel bij van ons? Zijn er daar gewonden? Is er daar andere schade? Dus de tweede instantie dat je dan denkt is, hoe pak ik dat aan? Hoe ga ik dat herstellen? Als eerste, een van de eerste disciplines, is de bovenleiding ook tussen gekomen. Zij hebben eigenlijk gezorgd dat de hulpdiensten tot bij de plaats van averij konden komen. Zij hebben de spoorstaafverbinding geplaatst. Dat is eigenlijk een belangrijke beveiliging voor de mensen die effectief op de plaats van averij gewerkt hebben. Hier was er één belangrijk aspect aan. Dat was één, wij konden niet onmiddellijk bij die ramp wegens de specifieke chemische lading, wegens de brand die er toen woedde. En twee, heel het saneringsgebeuren, dat is uiteraard ook nieuw en enkel alleen van toepassing in dit geval. Moesten wij dat niet gehad hebben, dan reden wij hier binnen 2-3 weken opnieuw. Als wij hier aankwamen op de plaats van averij, was de omvang eigenlijk redelijk groot. Zoals u zelf al heeft kunnen merken, is hier heel veel werk te doen. Na zo'n ramp die toch wel kan tellen. Hè. We doen al jaren opstellingswerk, maar dit is toch wel een van de grootste rampen die we meegemaakt hebben de laatste tijd. De rol van Infrabel is de organisatie van de werven. De effectieve uitvoering wordt uitgevoerd door een aannemer. Vandaag zijn we bezig met de spoorherstelling, waar de trein is ontspoord, dus hier tussen Wetteren en Schellebelle. En dus de heraanleg van het wisselcomplex na het station van Schellebelle. Nadien sluiten we de spoor naar een kant Wetteren, om dan later bijkomende ballast te kunnen lossen uit de tremowagens. Normaal is de leveringstermijn voor de wissel ongeveer een jaar tot anderhalf jaar. Op deze werf hier, die natuurlijk zeer dringend was, zijn de wissels geleverd binnen een maand. Dus de logistieke ketting heeft wel een inspanning geleverd om alles hier ter plaatse te krijgen. De spoormaterialen moesten op zeer korte termijn hier gebracht worden. Zowel de ballast, de dwarsleggers, de wissels, als ook dan ook alle machines om de sporen aan te leggen. Normaal gezien hebben we iets meer tijd om die voorbereidingswerken te doen, vooraleer effectief in uitvoering te gaan. Daar zijn we nu momenteel mee bezig. Momenteel zijn we dus de laatste wissels aan het leggen. Vandaag hebben wij dus de wissel veilig goed op te tuigen, zodat de exploitatie goed kan verlopen. Wat wij precies doen nu is het plaatsen van de wisselverwarmingselementen zelf. Het steken van buizen ter bescherming van de elektrische draden en die reeds doorvoeren naar de zijkant om morgen te kunnen aansluiten in de aansluitdoos. Het is gewoon een gloeidraad die wat robuuster gemaakt is voor in het spoor. En wanneer men er spanning op zet, wordt die warm.
Die aannemer heeft naast de berging af te graven en een nieuw talu en zo aangelegd, heeft hij ook de massieven van de bovenleiding in de grond gestoken. De reden waarom dat die situatie hier vrij specifiek is dat we dringend moesten tussenkomen en er eigenlijk de voorbereidingstijd zeer kort was. We werken ook mee om terug de reiziger zo vlug mogelijk te laten naar zijn bestemming te laten komen. Hey. Oké, Paolo. De moeilijkheden zijn eerst en vooral de koppeling maken tussen het bestaande gedeelte en het nieuwe gedeelte. Dan als de draden van de bovenleiding effectief geplaatst zijn, gaan wij verder met het afregelen van de bovenleiding. Dus een moeilijkheid enerzijds daarin is het afregelen van een doorlopende bovenleiding. We hebben hier ook een wisselverbinding, dus die twee delen moeten eigenlijk mooi op elkaar aanpassen. En dan het spannendste moment is eigenlijk de onderspanningstelling. Je weet dat genoot dat nooit alleen staat, je bent met collega's en de leuze nog altijd indachtig sterk door samenwerk. Ja, zodanig dat iedereen weet wat er van hen gevraagd is. Maar het is ook zeer plezierig en plezant te kunnen ervaren dat de collega's het beste geven van zichzelf en zodoende meehelpen om de crisis zo vlug mogelijk te bestrijden. Het zijn allemaal helden voor mij. De mensen die helpen, dat zijn allemaal helden voor mij ook. Ik ben al 40 jaar bij IS en ik weet goed genoeg wat het betekent om dat terug in een goede orde terug te brengen allemaal. Ik wil van hieruit de mensen toch specifiek bedanken die samengewerkt hebben om in feite het spoorverkeer weer op de rails te krijgen, letterlijk en figuurlijk dan. Ook de mensen buiten infrastructuur, want er was een hechte samenwerking, niet alleen binnen de mensen van Infrabel, maar ook met alle mensen van heel de NMBS-groep. Ik moet zeggen dat dat een fantastische samenwerking en ook een fantastische ervaring is. Dat zijn echt leermomenten, dat ogenblik meemaakt en die we in feite dus naar de toekomst zullen sterker maken om, ik hoop van niet, maar toch bij dergelijke ongevallen adequaat te kunnen reageren. Spoor-DDR-trainer Brussel Nationaal Luchthaven Antwerpen Centraal van 11:57 komt zo dadelijk aan spoor 3. Spoor-DDR-trainer Brussel Nationaal Luchthaven Antwerpen Centraal van 11:57.